In een fabriek in de Russische stad Witebsk is de productie van tv-toestellen aanzienlijk opgevoerd met het oog op de aanstaande Olympische Spelen. Maar er is zoveel vraag naar televisieapparatuur dat zelfs met een jaarproductie van 300.000 stuks alleen in deze fabriek de wachttijd nog zeer groot zal blijven. Intussen gaan de voorbereidingen voor de zomerspelen onverminderd voort. Lord Kilenin, hier op bezoek in Moskou, heeft als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité de boycotacties afgewezen. En of er landen wegblijven of niet, de flats voor de deelnemers zullen op tijd klaar zijn. In de verschillende stadions en andere sportcomplexen wordt al proef gedraaid. Zo onder andere in de nieuwe hal, waar straks in juli de gymnasten van de wereld elkaar gedurende 6 dagen zullen ontmoeten. In deze sporthal zijn voorzieningen aangebracht voor een snelle bekendmaking van de resultaten. En ook tv- en radioverslaggevers zullen er goed kunnen werken. In het overdekte wielerstadion, de plaats voor alle Olympische baanwedstrijden, wordt al vaak gereden. Mensen die het weten kunnen zeggen dat de houten baan voldoet aan de strengste eisen. Dan is er verder een leger van kunstenaars bezig met de voorbereiding van de openings- en de sluitingsplechtigheid. Hoe die zullen verlopen wordt geheel op tekening vastgelegd. En intussen oefenen overal gymnasten op de muziek van een lied gewijd aan de Olympische Spelen van Moskou, de Moscow Olympiada. Добро пожаловать в Москву, Олимпиада! Добро пожаловать, красавицу Москву!